Jazzmuzikus en componist Willem Breuker is overleden. Hij was misschien wel de belangrijkste pionier van de geïmproviseerde muziek die doorbrak in de jaren 60 van de vorige eeuw. Breuker is 65 jaar geworden. Hij leed aan longkanker. Mensenmuziek, zo duidde hij zelf zijn geluid, waarbij niet de notenbalken, maar de spelende mensen de toon zetten. Geen muziektheorie en repetities, maar eigen ideeën, gevoelens, gedachten. Doe dan maar, dat zien we wel. Aanvankelijk werd hij ingedeeld bij de experimentele free jazz, maar daar was de vrijheid een plicht en daarom Breuker te dwangmatig. Ik vind de benaming free jazz dus verkeerd, ik zou het liever hedendaagse jazz willen noemen. Eigenwijs, zo kende ook drummer Benning zijn oude compaan. Eigen gereid mannetje die zijn eigen gang gaat. En soms zich ook een beetje impopulair maakt, maar gewoon zijn eigen ding wil. En dat was natuurlijk geweldig. Hij kwam op hier toen hij met zijn band op het Loosdrecht Jazz Festival won. Ik heb altijd de pest in gehad dat ik er niet bij was, maar Pierre zat erbij, weet je. Maar dit was echt een schandaal. Dat was zo goed, jongen. Dat was zo'n wakkerschudder. Instant Composers Pool, Orkest de Volharding en vooral het Willem Breuker collectief, dat nu al 36 jaar bestaat, vestigden zijn naam. Improviserend combineerde de saxofonist en de zijnen alle mogelijke en onmogelijke kunstvormen en muziekstijlen. Soms hoor je twee mensen met elkaar praten, denk je dat is totale onzin. En soms hoor je een ploegje mensen praten, dat is hartstikke leuk. Die vullen elkaar aan en die wat te beweren aan elkaar. En iemand komt met een fantastische invalshoek met iets wat je niet verwacht en dan moet je daar weer op reageren. Kenners noemden het eclectisch, de fans fantastisch, de critici knoertharde rotherrie. Wij zijn bijvoorbeeld in Edam bij een jazzclub, zijn we wel eens door de wc-raam moeten, zijn we gevlucht omdat ze met tomaten gooiden. Dat is terecht. Maar ja, het gaat maar net om hoe je oren aan je kop hangen. Hij is toch een mijlpaal in de Nederlandse muziek geweest. Hij heeft de Nederlandse muziek tot ver over de grenzen gebracht. En daar mogen we alleen maar heel dankbaar voor zijn. Meer over Willem Breuker meteen na dit journaal op Cultura, het digitale cultuurkanaal van de publieke omroep. Daar wordt extra aandacht besteed aan deze overleden muzikant.